Pesawat ATR 72 ini dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat. Op het moment dat wij aankomen op Papua is er een conferentie bezig, een ambtsdragersconferentie van de GJRP. Tijdens de conferentie worden allerlei thema's behandeld die relevant zijn voor de ambtsdragers op Papua. Variërend van het onderhoud aan gebouwen tot de prediking van het Oude Testament en alles wat daartussen zit. Op vrijdag staan er verschillende thema's op het programma. Een daarvan betreft het onderhoud van de gebouwen van de kerken en de taak die de gemeente daarin heeft. Een ander thema is het houden van meditaties tijdens bijzondere gelegenheden, zoals tijdens sterfgevallen en geboorten. En in de middag vinden er nog twee bijdragen plaats. De eerste bijdrage die middag doe ik zelf over het evangeliseren in een digitaal tijdperk. En de bijdrage daarna kwam van dominee Mulder, die spreekt over de actualiteit van de Dordtse leerregels. Salam en malam. Prima kasi voor de hartelijke ontvangst. Prima kasi dat er iemand naar je bij kan, de kamers. De doelgroep van deze conferentie, dat zijn dus ambtsdragers, predikanten, oudelingen, diaken en ook evangelisten die de GJRP mogen dienen. Uit verschillende delen van Papua die velen ook per vliegtuig speciaal voor deze gelegenheid naar Wamana zijn gekomen. Na een hele lange conferentiedag besluiten we de avond met een snack en gaan 's avonds als het donker is weer terug naar huis. De conferentie is niet de enige onderwijsactiviteit in Wamana. De Wisuda is de jaarlijkse afstudeerceremonie die dus ook plaatsvindt op de theologische school in Wamana. Hoe ziet de ceremonie eruit? Het is een hele belangrijke dag en die begint 's morgens vroeg al, rond een uur of 6, 7, als de varkens worden geslacht en de kookputten in orde worden gemaakt, die later op die dag gereed moeten zijn voor de grote maaltijd die daar helemaal bij hoort. Dus de dag begint vroeg en dan rond een uur of 9 dan is er een optocht. En in die optocht lopen mee de docenten van de school, het bestuur van de school en uiteraard ook de studenten die hun diploma die dag zullen gaan ontvangen. En die optocht gaat dus van de theologische school een paar honderd meter richting de kerk. Ebenezer, het kerkgebouw van de gemeente, al daar in Wamana. En daar vindt dan het eerste gedeelte van het programma plaats. En het eerste gedeelte begint dan zo'n beetje rond de klok van 10 uur en was ongeveer om 3 uur klaar. Waarbij er allerlei toespraken zijn, waarbij er overdenkingen zijn, waarbij uiteraard alle studenten hun diploma krijgen, waarbij er veel aandacht is voor het heugelijke feit dat de school in staat is gebleken om deze mensen op te leiden en dat deze studenten in staat zijn gebleken om hun diploma te halen, zodat zij kunnen gaan dienen op de verschillende plekken en dorpen hier op Papua. Een van de toespraken kwam van ouderling Amzal Dabi, die ook voorzitter is van het deputaatschap Theologisch Onderwijs, zouden wij zeggen. Die gaf een grote toespraak waarin hij in het bijzonder de heren dankte voor datgene wat hij heeft gegeven in ook de studenten die de kerk weer krijgt toegewezen. En de hoop uitsprak dat deze studenten ook daadwerkelijk straks na het behalen van hun diploma en wellicht nog verdere opleiding de heren zullen dienen op verschillende terreinen, op verschillende plaatsen op Papua. De reis is nog niet voorbij. Van Wamana rijden we door het bergland naar Pasvallei, de plaats waar ZGG veel herinneringen aan heeft.